Hallo, ik ben hier in Garmerwolde bij de prachtige Oude Kerk voor een gesprek met het creatieve team van het project Feest in Oost en West. Samen gaan we terugkijken op de periode die achter ons ligt en hoe zij dit project hebben uitgevoerd. Christian, Mannix, jullie zijn binnen het creatieve team verantwoordelijk voor het bouwtechnische deel. Christian, kan jij vertellen waaruit dat bouwtechnische stuk precies bestond? Ja, we hebben eigenlijk op dit terrein hebben we eigenlijk 3 gebouwen. Dus we hebben de middeleeuwse kerk, de 13e-eeuwse kerk, de toren en een ontvangstgebouw. En er moest een nieuw ontvangstgebouw gemaakt worden. Dus er stond al een oud gebouwtje, maar dat was eigenlijk voldeed niet meer. Bij de middeleeuwse kerk wilden we eigenlijk een nieuwe entree hebben. En in de middeleeuwse toren moest er eigenlijk helemaal een nieuwe inbouw in komen. Je komt straks op het terrein aan in het ontvangstgebouw en als je dan vervolgens op pad gaat, doe je dus die eerste kerk aan en daarna ga je de toren in naar boven. Ja. En als je naar de kerk loopt, dan is daar een nieuwe entree gemaakt. Eigenlijk is het het bestaande achterdeurtje van de kerk. En je loopt daar eigenlijk, zonder dat je door hebt, over het terrein waar vroeger ook een deel van de kerk stond. Die belijning van die oorspronkelijke kerk hebben we als een afdruk in het terrein gemaakt. En we hebben een markering gemaakt van een nieuwe entree en zo kom je in de kerk en sta je eigenlijk opeens plomp in de viering van de kerk. Wat het project gewoon heel uniek maakt is ook het hele proces hoe we dat gedaan hebben. Zeg maar. We zijn echt begonnen met een creatief team waar ook plaatselijke commissie in zat, waar ook educatieve mensen in zaten, een architect in zat, ontwerpers in zaten. En we hebben ook gezegd van we zijn eigenlijk bij nul begonnen. Ook gewoon zeggen van dit willen we gaan doen, maar we weten niet hoe het eruit komt te zien. We weten ook helemaal niet wat we precies willen eigenlijk. Iedereen bij elkaar, ook de plaatselijke mensen, juist ook gezegd van nou, we willen ook gewoon jullie inbreng erin, wat vinden jullie belangrijk? En dat moet samenkomen tot 1 ontwerp. Achmar, 2014 zijn jullie al begonnen met dit project. Eigenlijk om te gaan kijken van kunnen we aanhaken bij het project van het Katharijnenconvent, Feest, weet wat je viert. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in dit project hier in Garmerwolde. Kan je daar eens wat meer over vertellen? Ja, kijk, aan de ene kant heb je een fantastische 13e-eeuwse laat-Romaanse kerk hier staan, die als we er nu zo naar kijken, bekijken, meer dan waard is. Ja. Dus het is in alle opzichten een prachtige plek op een groot groen kerkterrein. Maar je kunt dit soort dingen niet ondernemen als je lokale mensen daar niet achter staan. En het dorp en de commissie heeft hier vanaf het begin een heel warm hart voor gehad. En steeds willen meedenken over hoe kan dit in de toekomst functioneren. Heel belangrijk daarin is dat ik steeds heb, of wij namens de commissie steeds hebben nadruk. Ja, het is een heel mooi plan, maar het is ook wel onze kerk. Wij willen wel blijven gebruiken waar we hem nu voor gebruiken. En dan denk ik aan rouw en trouw, maar ook aan nou ja, een toneelstuk, een verjaardag vieren. Want op welke manieren is het dorp bij de kerk betrokken? Jullie als plaatselijke commissie die allerlei dingen organiseren, maar school, is school erbij betrokken? De school is een belangrijke speler, ja, die is sleutelbewaarder van de kerk. En dat betekent? Nou, dat ze echt letterlijk een sleutel hebben, dat ze erin kunnen en dat ze de kerk mogen gebruiken voor een kerstviering, een toneel of wat dan ook. Dus mensen zijn gewoon echt heel benieuwd van wat gebeurt met onze toren. Ja. En dan loop je vervolgens naar de toren toe en daar hebben we een route bedacht van de begane grond naar de nok van de toren en via een andere route weer terug en eigenlijk volg je daarin de hele kalender van alle religieuze feesten. De religieuze feesten die hier afgebeeld zijn. Dus ook in de volgorde zoals ze op de kalender zijn. En daarom ga je ook met 1 trap omhoog en met de andere trap naar beneden. En dat is eigenlijk de basis geweest van dit idee. Albert, Paul en Inge, jullie waren verantwoordelijk binnen het creatieve team voor het educatieve stuk en zeg maar eigenlijk de museale presentaties. Kunnen jullie zo eens van boven naar beneden door de toren heen praten wat we daar kunnen verwachten? Ja, zeker. Als je de trap oploopt, dan begin je eigenlijk met kerst. Vervolgens kom je Pasen tegen. Dan kom je de geboorte van de profeet Mohammed tegen. Dan kom je de lift van hemelvaart tegen. Dan kom je uiteindelijk in de top en dan ga je de volgende trap weer naar beneden. Dan kom je langs Ramadan, het suikerfeest, het offerfeest en Pinkster. Het is een chronologische volgorde waarbij we eigenlijk hemelvaart komt zowel in het islamitisch geloof als in het christelijk geloof voor en die hebben we laten samenvallen. En het is het laatste feest voordat je de top van de toren. En die eindigt dan hier waar je waanzinnig mooi naar de hemel kan kijken. Wat ik heel bijzonder vind aan het project is dat we uiteindelijk met het team besloten hebben van
laten we ook de islamitische religie erin toepassen. Eigenlijk is dat uniek in een christelijk gebouw. Twee religies samen. Ja. Wat het project veel interessanter maakt dan dat je alleen het christelijk geloof had gedaan. En het is uniek, want zoiets is nog nooit gebeurd. Nee. Dus ja, en dat is wel heel goed om dat ook genoemd te hebben. Ja. En de aanlooptijd van 5 jaar is ook belangrijk. Hè? Want we hebben ook met allemaal deskundigen gesproken en ontmoetingen gehad om ook, ja, wat laat je zien, wat kun je laten zien, wat mag je laten zien. We willen graag iets vertellen. En op het moment dat je dat fout doet of dat je geen rekening houdt met sommige zaken, dan sla je de plank volledig mis. Ja, we hebben gewerkt met een expertteam waarin een islamoloog zat en een Koranvertaler en pastoraal werkers. En volgens mij heeft ons dat ook heel erg vooruit geholpen en ook dat we de zekerheid hadden van dit klopt en we kunnen hiermee verder gaan. En dit kunnen we maken. En niet dat wij dat alleen vinden, maar dat anderen dat ook vinden. Ja, en vervolgens moet het gebouwd worden, hè? Want dat was uiteindelijk nog een hele tour. Ja, dat nou. In deze trappartij gaat een hele ingewikkelde staalconstructie schuil. En die is er op een hele slimme manier ingetakeld in kleine gaatjes in het dak. Dus niet via de deur, maar nee. Van boven naar beneden. Heel veel, ja, en ook via de galmgaten horizontaal naar binnen. Omdat sommige onderdelen ook te lang zijn om te keren. Nou, dat is echt een hele, heel knap staaltje werk geweest. Dan moet je vervolgens die staalconstructie afgetimmerd worden, want je ziet er nu helemaal niks meer van terug. Nee. Het is echt als een balie zo mooi. Dus we zeggen wel eens tegen elkaar van ja, als we dit 15 jaar geleden hadden moeten doen, dan was het of 4 keer zo duur geweest of niet haalbaar, omdat de technieken er toen nog niet waren. En tegenwoordig met 3D-printen kan je vooronderzoek makkelijk doen, kan je veel eenvoudige dingen testen en is gewoon al veel meer bekend over hoe je produceert. En dat heeft enorm was dat, daarom is het wel heel gaaf dat we dat juist in deze tijd dit project op ons pad is gekomen, waardoor we er zoiets moois en interactiefs van hebben kunnen maken. We richten ons op de bovenbouw van de basisschool, maar het is natuurlijk ook voor volwassenen hartstikke leuk om deze toren te beleven, want we vieren soms feestdagen, soms ook niet, dat anderen het vieren, maar kennen we het wel of niet. En met dit project willen we eigenlijk mensen kennis laten maken met die feesten en dan niet op een manier van dit is het verhaal, maar door echt de achterliggende gedachten achter dat feest naar voren te brengen. Dus het is meer een belevenis dan dat we zeggen van zo steekt dat feest in elkaar. Ja. Van het creatief team tot aan de nieuwe exploitant, de ontwerper, de inrichter van dit gebouwtje, de bouwers. Het zijn allemaal Groninger makers, dus we laten eigenlijk ook zien wat wij hier eigenlijk in Groningen in huis hebben. Ja, waar ben jij trots op? Ja, ik dacht dat je eraan ontkwam, hè? Ja, ik ben sowieso altijd trots geweest en nog steeds op het gebouw. Dat wij dat zo midden in ons dorp zo prachtig monument hebben. Ja. Ja. Zoiets moet je gebruiken. En ja, er wordt nog wel gekerkt, maar dat is heel weinig. Dus ik ben wel trots of blij dat we daar nu zo'n nieuwe toekomst voor hebben. En ja, toekomst en dat er kinderen komen. Ja. En dat je hoopt dat die kinderen dan dat ook weer voortzetten. Ja, ja. Fantastisch. Nou, ik kan jou. Ja. Heb jij al iets waar je heel trots op bent? Ja, dat je dit mag doen? Dat we überhaupt zijn benaderd om hier zo meteen te mogen zijn. Ik maak ook zulke lekkere dingen. Hè? Dat komt ja, voor ons is het natuurlijk hartstikke belangrijk juist dat oude ook onder de aandacht komt. En dat kun je juist doen door er iets nieuws in te zetten. Zo'n middeleeuws toren, meestal vindt ze daar niks in. Zeg maar. Je kunt eigenlijk nooit naar boven toe. Ja, wij gaan daar voor inspectie een keer naar boven toe, maar bezoekers kunnen hier nooit naar boven toe. Dus op deze manier krijg je ook bezoekers ook in zo'n middeleeuws toren. Krijgt ook gewoon een functie. En krijg je gewoon heel veel publiek wat ook naar boven toe kan. Ja. Zeg maar. En dat is juist die combinatie tussen oud en nieuw vinden we juist wel heel spannend. En een heel, heel geschikt om juist de aandacht ook te vestigen op wat je erin bouwt. Het nieuwe, maar even goed op het oude, zeg maar. Dat je juist die confrontatie ook met het monument en met alle balken die erin zitten. En dat beleef je ook echt als je straks naar boven toe gaat lopen. Dus ik ben wel heel erg trots op ook het lesmateriaal wat we erbij hebben gemaakt. Want daarmee houdt niet het bezoek op als je hier bent geweest en je gaat weer naar huis. Maar in de klas wordt er dan ook nog verder gepraat over wat hier gezien is en wat hier beleefd is. En wordt er ook weer verder gepraat over wat die leerlingen daar zelf nou van vinden. Dat materiaal gaat heel erg over de leerlingen zelf. Okay. Ik denk ook niet dat bestaat. Nee. Ook weer doordat we hier iets hebben gemaakt wat compleet nieuw is, is ook dat materiaal compleet nieuw. Eigenlijk vlak voor de zomervakantie, afgelopen zomervakantie, zijn we gekomen met het woord de schoolkerk. En eigenlijk wordt dat de paraplu van al ons educatieve werk.
Dus je kunt naar de schoolkerk komen voor feesten in Oost en West, maar straks ook voor andere programma's en voor lezingen. We willen echt eigenlijk een expertisecentrum worden waar van alles te vinden is. Ik ben natuurlijk vertegenwoordiger van het NAM Leverheid Duurzaamheid Programma. We hebben in het voortraject al veel met elkaar gesproken. Uiteindelijk is daar ook een bijdrage gekomen uit het programma. Maar ik kan me wel voorstellen dat het programma voor jullie ook wel lastig was. Want wij hadden natuurlijk nog best wel wat noten op zang als het ging over hoe ga je het straks doen. Weet je, maken is één ding, maar hoe ga je zorgen dat het behouden blijft. Ja. Hoe is dat voor jullie geweest, dat wij daar zo toch wel wat kritisch in waren? Ja, jullie zijn inderdaad een van de fondsen geweest die veel aanvullende vragen hadden. Dat leidde er bij ons toe dat wij heel goed hebben nagedacht over hoe wij de fase na de oplevering voor ons zien. En dat heeft dus eigenlijk geleid tot een verdiepingsslag die nu nog heel plezierig is. Want het heeft nu een basis opgeleverd voor hoe we willen gaan werken met elkaar. Dus we hebben er uiteindelijk heel veel aan gehad. Nou, gelukkig. Dat is voor ons wel belangrijk. Hè? Het is ook niet voor niets het leefbaarheid en duurzaamheid, maar dat het wel een duurzame investering in de leefbaarheid is. Ja. Dus, en dat het ook voor ons was belangrijk van, ja, het is een kerk van het dorp. Zorg ook dat het van het dorp blijft. Ja. En dat is nu een duidelijk onderdeel ook van het exploitatieplan hè, voor de fase die nu komt. Doordat we dat allemaal heel helder op papier hebben gezet, is dat ook intern goed geborgd. Er staat ons bestuur daarachter. Weet iedereen wat het verhaal is, de bedoeling is. Dus dat heeft ons eigenlijk heel veel geholpen. Ja, super. Dat vind ik wel fijn om te horen. Ja. Ik hoop dat u een mooie indruk heeft gekregen van dit voor Groningen unieke project. En ik ben blij dat wij vanuit het NAM Leefbaarheid en Duurzaamheid Programma een rol hebben kunnen spelen in dit voor Groningen zo bijzondere project voor de toekomst.